Dio Groningen speelde zondag op Sportpark Kardingen haar eerste thuiswedstrijd in de zondag hoofdklasse C. De tegenstander was Juliana 31 uit Malden. De Groningers promoveerden vorig seizoen na het kampioenschap in de eerste klasse F. Bij Dio ontbrak deze wedstrijd doelman Schotanus wegens schorsing en aanvoerder Ferry de Jonge was geblesseerd. Dio speelt in het groen-wit. Schaai, op van de kruisen. Langs Kats. Met het schot, maar dat zorgt voor weinig gevaar. Dio begint wat slordig aan de wedstrijd en komt al vroeg op achterstand. Van Veen met de lange bal van Bijne. Schaai. 0-1. Tien minuten later. Kats met de vrije trap. Oving ziet de blok vrij staan en bedient hem met een prachtige paas. De blok omspeelt Doeman Weijers en het is weer 1-1. Dan weer Juliana. Kusters op Hendricks. Maar een prima redding van doelman Jelmer Kiewiet. De 17-jarige debutant speelde een degelijke wedstrijd. Ingooi Hendricks. Van den Berg kop weg. Hendricks met de voorzet. Oving ertussen. Renieri met het schot. Doelman Kiewiet kan er nog net bij. Kusters verspeelt de bal. Bakuna neemt over. Langs Weijers. Probeert het in één keer. Maar de bal gaat net over het doel. Bakuna langs Celle. En Van Veen. Striedelmeijer. Mooie bal Bakuna. Die zet voor. Alleen de blok kan er net niet bij. Hendricks. Kusters. Maar die mikt de bal net over het doel van Kiewiet. Juliana speelt in de tweede helft beter en krijgt meer kansen. Kusters. Bal wordt weggekopt. Maar invaller Sebes kan rustig afronden en brengt Juliana 31 op een 1-2 voorsprong. Het laatste kwartier zet Dio alles op alles en brengt er een extra aanvaller in. Van de Kruisen op Ranieri. Alleen op de keeper, maar de doelman van Dio zit er wederom goed bij. In de slotfase. Oving op Martin. Het doelpunt wordt echter afgekeurd wegens buitenspel. Dio eindigt deze wedstrijd in een 1-2 verlies. Je speelt in de eerste helft zou ik zeggen een uitstekende poort. In de tweede helft geef je het gewoon echt weg. Je krijgt echt een hele knullige goal tegen. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Hun krijgen hun kansen en hun maken het af. Als trainer kijk je toch altijd naar de kansen die gecreëerd zijn. Zowel bij de tegenstander als bij ons. Ik denk dat wij de betere kansen gehad hebben. En eigenlijk verzuimd hebben om voor rust de 2-1 te maken. Waardoor het een heel ander wedstrijdje kan worden. Het is allemaal als, ik weet het wel. Maar goed, je vraagt een analyse van de wedstrijd. En, ja, zeker de eerste helft stond het er zo voor. Wij de betere kansen. En, helaas op achterstand, goede call 1-1. En daarna een kans voor ons om op 2-1 te komen, alleen voor de keeper. De keeper zelfs uitgespeeld door Johnson Bakuna. Maar helaas. Stadsgenoot Bikwik won met 6-0 tegen RKAVV. Bikwik staat op de zesde plaats. Dio staat elfde met 1 punt uit 2 wedstrijden.